Welkom op de video van Arica. Ik ga jullie even een stukje laten zien wat Arica nu precies allemaal inhoudt. Nou, hier is het hek waar we binnenkomt. En dan ga ik jullie een beetje rondleiden. Gewoon een kleine rondleiding. Dus als je binnenkomt, het witte gebouwtje is onze kantine. En de andere is de operatiekamer. En Sani die zal denk ik overal meelopen. Even kijken. Hier links zijn de eerste kennels die gebouwd zijn. Proberen de telefoon een beetje stil te houden. De honden zullen wel tekeer gaan, maar... Klein beetje overzicht van hoe groot de kennels zijn. En dit is een nieuwe stuk waar we nu aan het werk zijn. Zoals je ziet, het hek ligt nog op de grond. Deze is net af en er zitten alweer 4 nieuwe honden in. Dat is de link, de rechterkant moet ik zeggen. En dan lopen we nu naar de andere kant. Dit is het oude casita, dus het stenen huisje wat erbij hoorde. Wat we een klein beetje, zoals jullie zien, een beetje gerepareerd hebben. Het dak was helemaal ingestort. En dat wordt nu gebruikt als opslag voor al het voer en dekens. En een kleine bovenverdieping gemaakt met een trapje. En daar liggen alle dekens, medicijnen, spullen. En natuurlijk Sani. Dan is dit de linkerkant. Die hebben we vorig jaar afgemaakt.
deze kant zijn er ook 3-4 kennels grote. En dan begin ik aan deze kant. Dan zal ik ook een beetje laten zien wat ik nu gedaan heb in de caravans met het verbouwen. Ah, daar is Pepe. We gaan even het hek ingaan. We hebben hier Pepe. We hebben Bab. Dit is Babs. Tijger. Daar is Rut. En de witte is Aga. En dit zijn bijvoorbeeld de voerkoffers die ik maak. Waar het voer in staat en in ieder geval een beetje droog blijft. Dit zijn grote hondenhokken, gedoneerd door een familie. En heb ik hier in elkaar gezet. En dit zijn de caravans die er staan. En die ik een beetje verbouwd heb. Zodat de hondenhokken in staan. Even kijken. Hé, hey, Bab. Hey. Even kijken. Hé, Pepe. Het is eigenlijk een oude keuken, ook verbouwd tot een hondenhok. De slaapbedden, verbouwd tot hondenhokken. Nou, dat ging bijna. Dus dit is een heel klein beetje een overzicht van Arke. Ik dacht, het is misschien wel leuk voor de thuisblijvers. Een klein beetje te zien wat Arke nou precies is. En hoe groot de kennels zijn. Dat de honden toch wel een beetje een lekkere plek hebben om te rennen, te spelen. En daar hebben we Shiny. Weer. En dan loopt dat de kennels nog een stuk door naar achteren. Ik hoop dat jullie een beetje een idee hebben gekregen hoe het eruit ziet. Het is altijd wat lastig als je weg bent om je voor te stellen hoe zoiets eruit ziet. Deze caravan wordt gebruikt voor workaways. Dat zijn mensen die komen werken. En dit gebouwtje is de douche. En een toilet en een klein opslagje.
En hierachter staan ook een paar kennels. En hier is mijn plek waar ik altijd werkte. En deze staan klaar voor de nieuwe kennels. En hier is ook de watervoorraad. Er staan 12 van deze cistels, dus 12.000 liter water. En ik geloof dat ze er ongeveer 2 weken mee doen. Goed, dit was het. Een beetje een overzicht van Arca. En zoals jullie zien wordt er hard gewerkt door iedereen om er toch nog wel wat van te maken. Tot de volgende keer.